Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video. En vandaag heb ik de video waar die heeft mij gewoon het meeste moeite gekost. Van alle video's die ik heb gemaakt op dit Capture Event hier in Londen. We zijn hier nog steeds met dank aan IE, dus dat is nog steeds super vet. Maar vandaag heb ik het best mogelijke Eredivisie team wat je kan maken aan de start van FIFA 18. Dus bij het begin van FIFA 18 is dit het best mogelijke. Tenzij dat er natuurlijk in vorm zijn eerste week komen. Maar dat weten wij nog niet. Dit is de hoogste gerated Eredivisie team. Maar ik heb ook al alle ratings van de Eredivisie laten zien. Dus als jij ook benieuwd bent buiten deze 11 wat jouw lievelingsspelers voor rating hebben, dan moet je even een video terugkrijgen van een aantal dagen geleden. De link daarvan zal in de beschrijving staan. En nu ook bij het i'tje. Ik weet niet welk. Dat is deze kant volgens mij. Hier staat dit i'tje nu. Daar kun je ratings van alle Eredivisie teams, van alle Eredivisie spelers zien. Jouw favorieten. Of misschien juist jouw aartsrivaal om te zien hoe hoe goed of slecht die zijn, die vind je daar. En nu door naar het beste Eredivisie team van dit jaar. En dan denk je, Rob, waarom is het nou zo moeilijk? Nou, het zijn voornamelijk non-shiny Eredivisie spelers. En iedereen opent hier die 125k packs. En daar zitten geen non-shinies in. Oftewel, als je op dit moment kijkt, zijn er bijvoorbeeld maar 49 dingen op de transfermarkt. En als je kijkt, zijn dat alleen maar gouden, hoge spelers. Oftewel, Eredivisie spelers worden niet gelist, worden amper gepakt. Ik heb 2 uur lang 5k packs geopend om een heleboel spelers te krijgen. Ik ben hier alle consoles afgegaan van iedereen om te kijken of mensen het in zijn club hadden. Maar is me uiteindelijk gelukt om de volledige squad samen te stellen. Doe een duimpje omhoog als je het vet vindt. Abonneer als je niet geabonneerd bent voor meer FIFA 18 dingen. En we gaan maar gewoon kijken hoe het team eruit ziet. Het best mogelijke FIFA 18 Eredivisie team start in goal met Jeroen Zoet. Hij is 79 rated, is daarmee de hoogste keeper uit het spel. Nogmaals, dit is niet mijn mening, maar puur gebaseerd op de ratings die EA heeft gegeven. Die zijn allemaal confirmed. Nogmaals, dit heeft niks te maken met mijn mening of mijn clubvoorkeur. Dit is op basis van de ratings die EA heeft bepaald hoe zij dat doen. Weet ik persoonlijk ook niet. Maar zij hebben Zoet dus gekozen als de beste keeper uit de Eredivisie. Op rechtsback weer een PSV'er. Sorry. Het is Santiago Arias, hij is 77 rated. Overigens moet ik er wel bij zeggen dat ook Joël Veldman 77 rated is. Maar dat was dus een speler waar gewoon niet aan te komen was. Dus Arias en Veldman zijn samen de beste rechtsback uit de Eredivisie. Dan de beste centerback is, heel terecht, naar mijn mening, Botteguin. Heeft wel 34 pace, maar wel gewoon 82 defending, 83 physical. Hij is ook nog groot. Ik weet niet hoe groot. Hij heeft low high work rate, wat super chill is voor een verdediger. En alles bij elkaar, toch wel een prima K80 rated. Volgens mij ook de hoogste speler van Feyenoord. Samen met Elamadi, die zo meteen nog voorbij komt. Door naar de volgende centerback is Ron Vlaar. Dit is ook een gevalletje, 38 pace. Het centrale duo is op dit moment niet heel snel. Dat is leuk voor dadelijk een potje. Dat gaat een drama worden. Ook hij is een gedeelde hoogste kaart. Want zoals je kunt zien, ja, Sanchez staat hij nog bij Ajax, maar is natuurlijk weg. Is ook Kasia 76, Jan-Arie van der Heijden 76, Viergever is 76, De Ligt is 76 en Vlaar. Ja, Vlaar had ik toevallig in mijn club, dus vandaar dat ik hem erbij heb gezet. Of hij was wel vindbaar en anderen niet. Maar dat is dus een gedeelde tweede plek in de best mogelijke centerback van de Eredivisie. Op linksback hebben we Ricciano. Op linksback hebben we Haps. Ah, sick kamer. 89 pace, 79 defending, 75 physical. Gewoon high medium work rates, constant overheen lappen. Voorzetjes kan geven met die guy. Goede dribbel ook nog wel voor een linksback. Al met al een prima kaart, zeker voor de Eredivisie. Dan de eerste centermid, zogezegd, Kim Karim El Amadi. Medium high work rates, dus iets meer de verdedigende middenvelder. 78 physical, 72 defending, maar ook gewoon 77 dribbling en 74 passing. Ik denk ook wel terecht, hij had niet voor niks de zilveren schoen. Of de gouden schoen had hij gewonnen, toch? Ja, de gouden schoen voor beste speler van vorig jaar in de Eredivisie. Hij heeft niet de hoogste rating, dus daar heeft IE dan niet helemaal naar gekeken. Maar hij heeft wel, dik verdiende 80 rating. De andere centermid komt ook van Feyenoord af. Het is al de vierde final speler, maar ja, wat wil je? Als je kampioen wordt, dan krijg je de hoogste ratings. Dat is logisch. Dat is logisch. Die denkwijze van IE kan ik wel begrijpen. Filena, een allround goede kaart. 73 pace, 78 dribbling, 76 passing, 79 physical, 4 weak foot. Gewoon medium high, dus ook wel iets meer verdedigend. Want ik persoonlijk best raar vind, ik vind hem meer medium of high high. Eigenlijk een high high, want hij werkt tering hard. Goede kaart van Filena en hij heeft een plekje in het best mogelijke Eredivisie team gebaseerd op de ratings. Op Cam hebben we Hakim Ziyech. Hij is meteen ook de hoogst gerated speler van de Eredivisie. Hij is 81 de Ajax ziet. Ja, zieke kaart, 86 passing, 74 shooting. Had van mij misschien wel wat hoger gemogen. 4 weak foot, goede kaart, high medium. Hij is echt de CAM en dus de hoogste rated speler van de Eredivisie. Door naar de voorhoede, weer Feyenoord. Steven Berghuis natuurlijk weer gehuurd van die main Watford. Niet heel snel, ook. Ja, hij heeft gewoon allround, alle aanvallende stats, zeg maar.
boven de 70, drie daarvan 75 of hoger. Op zich prima, linksvoetig vanuit rechts naar binnen en met links gaan schieten. Dat gaat wel werken denk ik met hem. In de spits de topscorer van vorig jaar, zo gezegd 79 rating. Dat valt me nog wel mee. Ik had hem misschien nog wel wat hoger verwacht, want er zijn genoeg spelers die nog boven hem komen. Bijvoorbeeld een El Amadi, bijvoorbeeld een Botteguin, bijvoorbeeld Ziyech. Dat zijn volgens mij de enige drie, maar het is net zo hoog rating als bijvoorbeeld Jeroen Zoet. De topscorer van de Eredivisie met een goede kaart. Alleen zijn die Venning is slecht, maar hij spits, dus dat boeit niet. En de rest alles boven de 70 en zelfs vier stads boven de 75 met 77 pace, 77 dribbling, 78 shooting en 77 physical. Op naar de laatste kaart, Lozano, de aankoop van de Eredivisie van afgelopen seizoen. Vierster weak foot, vierster skill moves. Natuurlijk rechtsvoetig, kan naar binnen, kan schieten. 93 pace, nou dat wil wel. 81 dribbling. Als je zijn stats vergelijkt met die van Jurgensen, zijn zijn stats eigenlijk veel beter, naar mijn mening. Alleen, Jurgensen is iets meer onround, want Lozano heeft bijvoorbeeld geen physical. Maar zijn dribbling en zijn pace zijn veel hoger. Zijn shooting is iets lager, zijn passing is gelijk vergeleken met Jurgensen. En toch is hij in rating lager, een beetje gek. Maar wel een heerlijke kaart. Dit is hoe het uiteindelijke team eruit ziet. En ik ga nu een potje spelen tegen Koen. Maar jullie gaan Koen verder niet zien. Maar ik heb natuurlijk een tegenstander nodig op die event. En Koen heeft gezegd, ik ga tegen je spelen. Ik ben benieuwd hoe dit team gaat spelen. Jullie gaan het zien. Oké, ik ga mijn potje spelen tegen Milo. En Milo is zo hier zo achter me. Zo, hey. Dus stel nou dat het niet gaat, dan sla ik hem gewoon even op zijn gezicht. Oké, dit is het team wat Milo gebruikt. En dat is ongeveer gelijkwaardig. Hij heeft ook gewoon goed BPL team, kunnen niet zien. We kunnen nu gaan kijken of het best mogelijke Eredivisie team een beetje vergelijkbaar is met een middelmatig, redelijk BPL team, Premier League team. Succes pick! Ik ben benieuwd hoe mijn verdediging stand gaat houden met gemiddeld 34 pace volgens mij. 38 en 33 of zo, dat is niet gemiddeld 34, maar wel weinig. El Amadi. Via Berghuis, er is linksruimte, precies. Hapsi, indribbelen. Balletje op Lozano, die is tand toe snel. Is wel rechts. En verliest de bal. Oh, die staat vrij. Oeh. Oké, zoet. Goed. Niet dat dat heel moeilijk was. Jurgensen op Ziyech. Ziyech, goed balletje. Lozano, dit moet 1-0 worden. Lozano, nee. Kutje. Ziyech op Berghuis. Berghuis is niet heel snel. Maar wel met een goed paasje nu. Op Jurgensen. En het is 1-0. Ja, dat is wel erg dat het final duo het doen. Maar hey, ik maak het als een objectieve Eredivisie aanschouwen. Nee, tuurlijk niet. Godverdomme, maar ja. De beste rechtsbuiten, de beste spits. En ze voelen elkaar goed aan. Berghuis op Jurgensen. Het is 1-0. En mijn batterij is bijna leeg. Gelukkig heb ik een backup. Maar waar ligt die? Oké, Bojan. Bojan heeft ook een pace. Heeft ook een Eredivisie verleden. Verleden. Oh, dat ging maar net goed. Ron Beton. Altijd betrouwbaar. Kutpaas van Ziyech. Oh, dit gaat niet goed. Bojan weer. Zoetje. Lekker pik. Goeie bal. Goeie bal. Hakim. Om de keeper heen. Oh, Ziyech. Oh, maat. Ziyech, koop hem niet. Wat kan ik hier nou aan doen? Ik was om de keeper heen. Hoe schiet hij me nu gewoon in? What the fuck? Ja, lege goal. Oh, en dan missen. En dan nu de tegendoelpunt krijgen. Ja, dus je eigen schuld erop. Eigenlijk de schuld van Ziyech. Oh. Maar ik neem het op me. Ziyech, maakt niet uit, Hakim, dan kun je dat je dit kijkt. Nee. Hoe kun je die bal nou missen? Gooi je gewoon je wedstrijd weg, anders kom je 2-0 voor. Nu is het 1-1. Noem het, Annelies Heitinga. Arias, snelheid. Arias, blijf maar gaan. Arias, waar houdt het op? Waar houdt het op? Ik zie Lozano al gaan. Lozano, waar houdt het op? Dit houdt op bij het doelpunt. Waar de 1-0... Waar de 1-0 werd gemaakt door een Feyenoord duo. Berghuis op Jurgensen is de 2-0 van de PSV duo. Arias met de actie, Lozano met de goal. Sta voor. Dan ben ik benieuwd naar dadelijk het Ajax duo. Ziyech en er is geen andere Ajax speler in het team. En dit is nogmaals geen naam naar Ajax. Het is gewoon op basis van de ratings die IE naar buiten heeft gebracht. Dus blame IE als je het niet mee eens bent. Ik kan ook niks aan doen. Jurgensen op Lozano. Rennen. Oké, dat weet ik niet. Hij is niet sterk genoeg. Dat had ik al geconstateerd op basis van zijn stats. En ja, ook op de werkelijkheid. Oh, Karim Amadi. Heel realistisch. Lekker schoppen. Goede gameface trouwens. En een gele kaart accepteren. Maakt niet uit. Moet kunnen. Berghuis hier op Jurgensen. Oh, die boog komt ook nog aan. Nicolai, deze moet erin. Jurgensen voor de 3-1. Jurgensen met de 3-1. Keepers pakken toch niks. Ik doe elke keer vergeet ik de goede celebration te doen. Dan gaat hij dit doen. Jurgensen winnen. Dat staat best goed, man. Jurgensen die kop die wel staan moet pakken. En dan Lozano en Berghuis die moeten gaan rennen. Nu in 1-2. Goeie 1-2. Jurgensen. Nee, geen hat-trick. Ik heb tot nu toe alleen maar met echt hoge rated, 86, 88, weet je wel, zoiets, gespeeld. En je merkt echt dat deze speler slechter paas en zo, wat ook logisch is, maar je merkt het ook echt. Oh, goed Lozano. King Karim. Oh, die bal valt goed. Oh, wat een doelpunt. King Karim El Amadi. Wat een aanval, gast. Via Lozano, via, wie was het, Vilena dan denk ik of zo? Ja, via Vilena. En Vilena dan. Op El Amadi en die schiet hem heerlijk in de kort hoek. 4-1, lekker. Ron Beton. Nee!
Oh, goed Arias. Nee! Ah, niet kopsterk. Wie is dit? Batshuayi. Goeie goal. Goeie goal, goeie goal. Filena. Oeh, heel veel ruimte voor Ron Beton. Ron Beton. Oeh. Oké, Ron Beton. Nu vergeet je wel even te verdedigen. En dan is dat Bojan. Ah, cheeky. Sorry. Balletje, Jurgensen. Terug. Oh, hakje. Oh, wat een goal. Hakim Ziyech. Met de 5-3. Ook hij maakte hem. We hebben toch ook een Ajax-ietje. Zo is het rondje compleet. Nee. Nee. Oh, goed gekiept. Nee. Nee. Ron Beton had er natuurlijk nooit meer in. En, huh? Goed gekiept. Ga binnen. Wat doe jij nou? Rosano. Ja, dan is de goal. Jurgensen, 6-4. Dat was niet heel slim. Dat was niet heel slim. Gaan we. Berghuis. Ja. Versnelling. Berghuis. Oh, de eerste paal komt net niet. Lozano. Botteguin. Sterk. Filena. Op Ziyech. Ziyech. Op Jurgensen is het buitenspel. Nee. En ook geen goal. Oké. Okay. Botteguin. Peeshoer. Oh, wat een tikkel. Erik. Goed uitverdedigd ook. Vlaagtje staat goed in de weg. Oké, okay, op de paal. Oké. Okay. En dan is dat nog 6-5. Fuck you. Jongens, ga ze schoppen. We mogen het niet meer weggeven. Goed. Ja. Hij fluit gewoon af. Dat wordt 6-5. Dit zegt genoeg over het spel. Verdedigen lijkt onmogelijk. En er wordt tering veel gescoord. Jurgensen heeft een hat-trick gemaakt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dit was het best mogelijke Eredivisie. Team Milo, bedankt om mee te doen in deze video. En dat je even wil spelen. Abonneer ook even voor Milo. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En joejoe.